De nummers 5 en 6 tegen elkaar in actie. Allebei 12 punten. Oftewel Heerenveen thuis op Sportpark Nieuwhoorne tegen PEC Zwolle. En de eerste kans is voor de thuisploeg. Maar dit schot van Terbeek gaat over. PEC Zwolle won vorige week heel knap bij Ajax. Maar verloor in die wedstrijd Naomi Hilhorst met een zware knieblessure. Die zal dit seizoen niet meer in actie komen. Wel hier namens Zwolle Dominique Bruinenberg. Die legt die bal rustig terug op Jill Diekman. Diekman schiet en Diekman scoort. Dit is een hele mooie treffer van die nog maar 17-jarige Jill Diekman. Het is van ver. Maar via de onderkant van de lat scoort Diekman, die deze week haar eerste profcontract ondertekende. De 1-0 voor PEC Zwolle. Knappe voorsprong dus weer voor de ploeg van Joran Pot. Die voorsprong had misschien kunnen worden uitgebreid na dit schot van Yassina Blom. In de tweede helft wordt Zwolle ook sterker en krijgt Daniek Noordman hier de volgende kans voor PEC Zwolle. Maar zij schiet naast. Heerenveen krijgt dan ook nog een goede mogelijkheid hier met de kopbal van Kirsten van der Westering. Maar er wordt verder niet gescoord in deze wedstrijd. PEC Zwolle wint dus hier uit bij Heerenveen met 1-0.